Maar ondanks dit alles wist de staf van het Rode Leger dat ze nog tegenover de machtigste vijand in de geschiedenis stonden en dat die vijand opnieuw zou aanvallen en dat wanneer deze aanval kwam, de hele Duitse macht geconcentreerd zou zijn op één doel, de Caucasus en olie. De bergen van de Caucasus staan daar als een van de moeilijkste militaire hindernissen in de wereld. Toppen die tot 5500 meter hoogte reizen en slechts één behoorlijke hoofdweg door het gebergte heen. En de belangrijkste olievelden, die van Baku, liggen aan de andere kant. De enig mogelijke militaire weg om Baku te bereiken liep langs de kust van de Kaspische Zee. Maar de kaart toont aan wat een gevaarlijk lange toevoerlijn dit zou meebrengen. Om van de operatie een succes te maken, moesten de Duitsers allereerst de controle hebben over het noordelijke centrum van de spoorlijnen in dit gebied, dat dan tevens een nieuwe aanvalsbasis zou zijn. Dat centrum was de Wolgaven waarvan we de naam zo goed hebben leren kennen, Stalingrad, genoemd naar Ruslands leider. De trots van deze generatie Russen, want het was hun stad, gebouwd in hun tijd. Met de verovering van Stalingrad zouden de Duitsers een basis hebben om een flankaanval te ondernemen op Moskou. Met één slag zouden de zuidelijke Russische legers afgesneden zijn van hulp en in het noorden zouden de Russische fabrieken, boerderijen en de Russische troepen praktisch afgesneden zijn van de olie uit de Caucasus en tegelijk van de Amerikaanse en Britse voorraden die door Iran en Irak naar Rusland werden verscheept. Een Duitse controle van de monding van de Wolga en de twee belangrijkste havens, Astrakhan en Stalingrad, zou een verlammende slag zijn voor Rusland. Want de Wolga is de vitale slagader voor de bevoorrading van het land. Vroeg in mei begon het Duitse offensief langs het front van Koersk tot de Krim. Binnen twee weken had de Duitse stoomwals in het schiereiland van Gerson alle tegenstand overwonnen, maar nog twee maanden waren nodig voor Sebastopol eindelijk viel en de Duitsers de volledige controle hadden over de Krim en de zuidelijke weg naar de Caucasische olievelden. Vervolgens begonnen zij een aanval meer naar het noorden en braken door naar de rivier de Don in de streek van Birana. Ze rukten op naar het zuiden en het oosten tot het hele gebied ten zuiden van de Don, tot Rostov, was bezet. Dit leverde een uitstekende positie op om de aanval te doen op Stalingrad. Steeds verder drongen zij op naar het zuiden. En eind augustus hadden zij de olievelden van Makov veroverd, die, onnodig te zeggen, eerst door de Russen waren vernietigd en bereikten de noordelijke Caucasus. Ja, de Duitsers waren slechts enkele kilometer van het doel. De olievelden van Baku. Maar twee hinderpalen stonden hun nog in de weg. Russische bergen en Russische onverzettelijkheid. Het volk van de Caucasus sloot zich aan bij het leger om een onverbreekbare muur te vormen tegen het gewicht van de bestorming. Verder naar het noorden was de Duitse Neiptang nog slechts 25 kilometer van Stalingrad. Deze stad was het brandpunt van de hele veldtocht geworden. Stalingrad moest veroverd worden, het kostte wat het kostte. Dit waren de Duitse orders. Duitse kanonnen, Duitse bommen, beukten de stad tot puin. Op 20 september, na 30 dagen van ononderbroken en verbitterde strijd, baanden de Duitsers zich een weg tot in de buitenwijken van de stad. Aan het eind van de maand hadden zij het hele noordwestelijke deel van de stad veroverd en bezetten zij een gedeelte van het centrum, het spoorwegstation inbegrepen. Op de laatste dag van september verkondigde Hitler dat de val van de stad nog slechts een kwestie was van enkele dagen. Eens te meer was de wereld bevreesd dat de Russische campagne verloren was. Maar eens te meer zouden de Duitsers in zicht zijn van de overwinning en toch falen. En nu ontmoeten ze een held van verbetenheid zoals ze nog nooit hadden gekend. Alles wat ze vroeger doorstaan hadden, de straatgevechten in Kiev, Rostov, Odessa, Sebastopol, dat alles was nog maar een voorproefje van wat in Stalingrad gebeurde.
Iedere vierkante meter van de stad was een strategisch punt dat al zodanig verdedigd werd. Eind oktober dekte de sneeuw Stalingrad. Vanuit de lucht probeerden de Duitsers het door de Russen bezette deel van de stad tot overgave te dwingen. Tegelijkertijd gingen de straatgevechten voort. Deze ochtend in november verdedigden de Russen de stad niet langer meter voor meter. Meter voor meter werd heroverd. En terwijl de gehele wereld in bewondering stond voor de stad van staal, bracht de telex ons adembenemend nieuws. Amerikaanse en Britse troepen waren geland in bezet Noord-Afrika. Verder oostwaarts joeg het Britse 8e leger Rommel's beroemde Afrika-korps voor zich uit naar het westen. En op het oostelijk front had het Rode Leger een vernietigend offensief ingezet. De Duitsers waren bezig de juiste betekenis te leren van de uitdrukking gecombineerde operaties. Voor de lente was begonnen, vielen de Russen aan over het gehele front. In het verre noorden voelden de Duitsers de eerste stoot toen de Russen Schlüsselburg heroverden. En zo de vijandelijke ring om Leningrad verbraken. Spoedig daarop barst een ander offensief los verder naar het zuiden, waar de Duitse verdediging werd gepasseerd bij Rzhev en doorgestoten naar Veliki Luki. Ook bij Voronezh sloegen de Russen toe en dreven een dreigende speerpunt diep in de Duitse linies. In het zuiden trokken de Duitsers zich liever terug uit een sector van Grozny dan de macht van de Russen. Bij Stalingrad stonden de Duitsers op het punt nieuwe tegenstanders te ontmoeten. De reserves kwamen aan ver uit Siberië. Zij waren daar gelegerd voor het geval er iets met Japan mis zou gaan. Nu waren deze troepen hierheen vervoerd om de uitgeputte verdedigers van Stalingrad af te lossen. En terwijl de reserves de stad binnenrukten, hadden de bevelhebbers van drie Russische legers een bijeenkomst op het hoofdkwartier. De Duitsers hadden om Stalingrad gevochten als om de kroon op het werk. De Russen besloten er een val van te maken. Twee gelijktijdige aanvallen werden ingezet. Eén van het noorden, één van het zuiden. De Duitse legers die Stalingrad omsingelden, werden nu zelf met omsingeling bedreigd. Eindelijk werd de Neitang gesloten. Deze geharde strijders van het noordelijk leger en de soldaten van het zuidelijk